In de periode 2014-2018 zal het precies 100 jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog plaatsvond. Een militair conflict op wereldschaal, dat deels ook werd uitgevochten op Vlaams grondgebied. De 100ste verjaardag van de oorlog is dan ook een goed moment voor een terugblik. Volgens de Vlaamse overheid is het belangrijk dat die herdenking ook een vredesgedachte in zich draagt. In het rapport 100 jaar Eerste Wereldoorlog in het teken van vrede formuleert het Vlaams Vredesinstituut dan ook een reeks aanbevelingen voor al wie werk wil maken van een vredevolle herdenking van de Eerste Wereldoorlog. In Vlaanderen leeft dat echt omdat er een beetje in het genetisch materiaal of in het collectief geheugen zit van Vlaanderen. En heel veel verschillende, ideologisch verscheiden groepen hebben eigenlijk aandacht voor de herdenking van die Eerste Wereldoorlog. Je ziet natuurlijk heel die Vlaamse ontvoogdingsstrijd die daaraan gelinkt is, die evident een deel uitmaakt van het collectief verhaal. Anderzijds is het ook iets wat heel tot de verbeelding spreekt. We zien dat Vlaanderen het slagveld was voor een wereldoorlog. En dat blijft gewoon leven in het collectief geheugen. Volgens het rapport moet er bij de herdenking voldoende aandacht besteed worden aan het spanningsveld tussen geschiedenis en herinneringen. Allebei hebben ze een nauwe band met het verleden, maar beide begrippen dekken niet dezelfde lading. Volgens herdenkingsexperten is het ideaal om niet te vertrekken van een morele of politieke les, maar om de nalatenschap van de oorlog voor zichzelf te laten spreken. In eerste instantie beginnen vanuit verhalen over het verleden, over de verhalen over burgers, soldaten, kinderen, vluchtelingen die de impact van de oorlog echt aan hun lijve ondervinden, omdat die verhalen een mooie ingang bieden om een breed publiek te betrekken en te laten inleven in het verhaal. En ten tweede het grote belang van kunst en cultuur. Dat komt ook uit de bevraging ervoor. Er is zoveel oorlogsliteratuur, theater, muziek. Als we die gebruiken, kunnen we ook manieren vinden waarop we een heel breed publiek kunnen betrekken bij die herdenking. Tussen 2014 en 2018 wordt verwacht dat het herinneringstoerisme in ons land alleen nog maar verder zal toenemen. Op zich een goede zaak, al is de nodige voorzichtigheid ook hier noodzakelijk. Herinneringstoerisme gaat eigenlijk uit van twee zaken. Enerzijds de herinnering, dat is het serene, het ethisch. En anderzijds toerisme, dat uiteraard verbonden is met commerciële, economische aspecten. Nu, er moet natuurlijk een evenwicht gevonden worden tussen die twee. Als er een te commerciële logica wordt gehanteerd, dan dreigt misschien dat ethische verloren te gaan. Dus daar moet een evenwicht gevonden worden. En de overheid is ook heel actief bezig met het zoeken naar dat evenwicht. En zij gebruiken dan bijvoorbeeld het concept toerisme plus. Toerisme dat aandacht heeft voor het ethische en een vredesboodschap. De uitdaging zal erin bestaan om ook jongeren warm te maken voor de herdenking van ons verleden. Want de laatste oorlogsgetuigen sterven langzaam maar zeker uit. Daarom is het belangrijk dat hun verhalen niet verloren gaan, zodat de huidige generatie weet wat er zich hier 100 jaar geleden heeft afgespeeld. In de Westhoek, maar zeker ook daarbuiten. De aandacht voor de Wereldoorlog 1 wordt automatisch naar Flanders Fields getrokken, naar de Westhoek. Ik denk dat er op andere plaatsen in Vlaanderen ook dingen gebeurd zijn die herdacht kunnen en moeten worden. Ik denk dat de uitdaging zal zijn voor in Vlaanderen die verscheidenheid en ook die geografische spreiding van de plaatsen waar de dingen gebeurd zijn, van die overal wat aandacht te geven. En dus wat er in de Westhoek is, is zeer relevant. Het leeft daar, het landschap is daar echt getekend. Dus dat is de plaats waar je in de eerste plaats rekening mee moet houden of waar je naartoe moet gaan eigenlijk. Maar anderzijds zijn er ook andere plaatsen waar in Leuven, denk ik maar, of in de martelaarsteden, rond Antwerpen ook, waar een eigen lokaal verhaal rond die herdenking van Wereldoorlog 1 kan gebracht worden.